heerlijk. Ja, lekker. Heel fijn. Het is uitstekend, echt heel mooi. Helbotfilet in mosseljus, een winters runderstoofpotje of een luchtige stroopwafelmoes. Het zijn een paar van de culinaire hoogstandjes die vanaf 1 december in KLM's World Business Class worden geserveerd. De gerechten zijn ontwikkeld door chef-kok en eigenaar Johnny Boer van 3-sterrenrestaurant de Libreien. Schiphol TV was aanwezig bij de perspresentatie. Je moet natuurlijk niet verwachten dat er gerechten zijn die ook maar enigszins in de Libreien te krijgen zijn. Dat absoluut niet. Maar je kan heel duidelijk die signatuur zien. Echt heel duidelijk. En waar zit het dan in? Nou, dat zijn kleine dingetjes. Zoals bijvoorbeeld, hier, Gin & Johnny. Dat is een nagerecht wat ik in de Libreien heb, waar iedereen helemaal weg van is. Omdat het een nagerecht is met groentes erin. Nou, dat hebben zij, de smaken hebben zij zo na weten maken. Dat er gewoon, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja, en noem maar op, de forel met de mierikswortel en de komkommer. Het is allemaal gewoon goed. Het is geen Libreien in de lucht, maar het is gewoon erg goed gelukt allemaal. Als je de website van de Libreien regelmatig bezoekt, dan zal je een aantal woorden terugvinden die wij ook gewoon passen vinden bij KLM. Denk aan passie, denk aan het woord puur. Johnny vertaalt dat door middel van basisgerechten, terug naar pure smaken en naar de oorsprong. Het is kwaliteit. En het staat voor Nederland. En dat vinden wij hartstikke mooi. 10 maanden lang worden de maaltijden geserveerd. Steeds afgestemd op het seizoen. Therese Boer heeft de wijn verzorgd. In de lucht is niet alle wijn geschikt. We hebben met name rekening gehouden omdat als je in de lucht zit, je smaak toch veel ingetogener is. Niet zo uitbundig. Dus we hebben echt gezocht naar wijn met heel veel frisheid, heel veel kruidigheid. Een beetje uitgesproken smaken, zodat ze in de lucht gewoon ook goed uitkomen. Dat zou je niet verwachten in een vliegtuig, want dan denk je van nou, dat doen ze doen maar wat. En het wordt warm gemaakt, maar dat is dus echt niet waar. Daar staan gewoon mensen echt heel professioneel dingen bij elkaar te zoeken. In een beperking die echt heel groot is. Ik neem ook mijn petje af voor die mensen die dat elke dag moeten doen. Ik ben blij dat ik een restaurant heb.